vindt ze het van mij. Welkom bij Heracles. Wat is je eerste indruk? Ja, het is een hele mooie club. Ik zit er nu 2 dagen ben ik hier en ik ben goed opgevangen door de groep en door de staf en door alle mensen eromheen die ook bij het kantoor werken. Het is een hele gezellige en mooie club om een carrière te gaan vervolgen. Je reist mee naar Portugal, maar hoe gaan jouw dagen er daar uitzien? Ja, we gaan met een select groepje gaan we naartoe. De jongens die dan niet bij de selectie zitten. Het zijn er 8. Samen met een trainer gaan wij in een ander hotel zitten. En hebben wij ons eigen programma dan voor 1,5 dag. Dat we daar zijn. Daarna rijden we met z'n allen in de bus naar, inclusief de sponsor volgens mij, rijden we dan naar het stadion toe. En mogen we daar de wedstrijd gaan aanschouwen. En daarna weer terug naar het hotel en dan vrijdag weer terug hier naartoe, waarna een training gaat volgen, omdat zondag natuurlijk wel weer de eerste competitiewedstrijd eraan komt. Dan kun je er wel bij zijn. Wat verwacht je van het komende seizoen? Wat verwacht ik? Nou, de groep is aardig hetzelfde gebleven als vorig jaar. Dat is natuurlijk heel mooi, want iedereen is eigenlijk op zich op de andere ingespeeld dan. Ik ben dan een nieuwe schakel, mocht ik veel minuten gaan maken. Ik verwacht, ik hoop dat we gewoon een soort gelijk seizoen kunnen draaien als Heracles dat ze vorig jaar heeft gedaan. Ik denk dat je dan een heel mooi seizoen kan hebben en ik denk dat het met deze groep ook kan. En voor jou persoonlijk? Je doelen, wensen? Ja, laten we beginnen met zoveel mogelijk minuten toch eigenlijk maken. Zodat ik me kan laten zien aan de staf, de spelers, maar natuurlijk ook het publiek hier, wat ik allemaal in huis heb. En ik hoop gewoon veel te kunnen gaan scoren natuurlijk.